ben Hugo van Mot, ik ben 23 jaar en ik doe momenteel de opleiding dier- en veehouderij met de meetje diergezondheidszorg op het Van Hal in Leeuwarden. De meetje diergezondheidszorg houdt eigenlijk in dat als ik straks klaar ben met mijn opleiding, dat ik alles weet over dierwelzijn en diergezondheid binnen de agrarische sector en dan met name de melkveehouderijsector. Ik kan straks veehouders op een juiste manier adviseren bij allerlei soorten problemen binnen allerlei soorten facetten binnen de melkveehouderijsector. Met de meetje diergezondheidszorg weet ik straks aan het eind van mijn studie alles over diergezondheid en dierwelzijn. Ik hoop op een juiste manier straks melkveehouders te kunnen adviseren op allerlei punten en allerlei problemen waar ze tegenaan lopen binnen de bedrijfsvoering. Tijdens de opleiding komen er allerlei soorten onderwerpen aan bod. Je leert echt van alles om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je latere werkveld. Je kan dingen voorstellen zoals het leren adviseren. Ook een stukje onderzoek zit erin, onderzoeksmanagement. Hoe moet je op de juiste manier je gegevens verwerken? Dat komt ook altijd heel erg goed van pas bij je stage uiteindelijk. Maar eigenlijk komt alles weer terug op diergezondheid en dierwelzijn. Daar draait het natuurlijk om. Dus alle onderwerpen die aan bod komen, die hebben daar wat mee te maken. Innoveren komt bijvoorbeeld ook nog aan bod. Ander belangrijk onderwerp wat aan bod komt, dat is het verwerken van statistische gegevens. Dat heb je weer nodig voor het onderzoek. Heel veelzijdig en heel breed aanbod van onderwerpen komt aan bod. Er is heel veel mogelijk binnen het Van Hal. Je kan allerlei soorten minoren kan je kiezen. Je kan ook zelfs projecten doen die vanuit school worden aangestuurd. Er is heel veel vrijheid in. Als je zelf maar goed aangeeft wat je graag zou willen doen, dan is er een heleboel mogelijk. Als ik straks klaar ben met mijn opleiding of andere studiegenoot, kunnen wij een heleboel kanten op. Wij kunnen bijvoorbeeld bij een grotere veeartspraktijk kunnen wij als balie medewerker, maar ook als algemeen manager binnen zo'n praktijk aan de slag. Dat is niet alles. We kunnen ook bijvoorbeeld bij de gezondheidsdienst voor dieren aan de gang. Daar is genoeg werk te vinden, bijvoorbeeld in een stukje onderzoek. We kunnen ook bij een grote voerleverancier aan de gang. Er is werkelijk waar een heel breed werkveld te bedenken voor ons. Er zijn drie stages die je moet lopen. De eerste is de boerderijstage. Die doe je gelijk in het eerste studiejaar. Dan moet je niet bang zijn om vieze handen te krijgen. Je bent namelijk eigenlijk min of meer verplicht om volledig mee te draaien in de melkveehouderijsector. De tweede stage die je doet is de oriëntatiestage. Je kan kiezen wat voor bedrijf je wil, waar je wil stage lopen. Het kan een bedrijf zijn waarvan je denkt van daar zou ik in de toekomst wel willen werken. Op die manier kan je dus een heel goed beeld krijgen van wat je nou daadwerkelijk wat je wil gaan doen. En daar kan je dan later je minoren ook weer op afstemmen, zodat je je studie zelf een beetje richting kan geven. Zodat je uiteindelijk bent waar je zelf wilt zijn. En met je projectstage, dat is de laatste stage, dan kan je kijken of je de oriëntatiestage een beetje goed doorlopen hebt. En of je dus daadwerkelijk bij een bedrijf loopt waarvan je denkt van daar zou ik echt aan de gang willen. Ik ben momenteel bezig met mijn projectstage, die duurt een half jaar en die loop ik bij de Laval in Steenwijk. De Laval is een bedrijf dat zit in de melkwinning, vooral in de automatische melkrobot. Ik doe daar momenteel onderzoek naar duurzaamheid. Dat is op dit moment natuurlijk een onderwerp wat heel interessant is. Daarvoor bezoek ik zoveel mogelijk bedrijven in zowel Nederland als België. Ik kom dus ook heel veel in aanraking met veehouders. Dat is heel interessant en dan ben je ook echt blij dat je de juiste modules hebt gekozen op school. Zodat je ook op een juiste manier kunt adviseren, ook op de juiste manier een bedrijf kan beoordelen. En ook dat je goed weet waar je het over hebt. Als laatste tip zou ik aan studenten, toekomstige studenten willen meegeven, dat je vooral moet doen waar je jezelf het juiste gevoel bij hebt. Je bent op het Van Hal heel erg vrij om je eigen keuzes te maken. Maak daar ook echt gebruik van. En geniet uiteraard van je studententijd, want voordat je het weet zit die 4 jaar er zo op.